Het laatste stukje hier dat ik ga uitleggen vandaag is dwarsstabiliteit. Dus dat is niet heel hoofdstuk 15, want voor het begin van hoofdstuk 15 hebben we ook aero- en hydrodynamische krachten nodig. Maar voor dit deeltje hebben we eigenlijk gewoon koppels nodig, die dat we daar juist al hebben uitgelegd. Dus is dat nog een leuk stukje om nu te doen en te tekenen. En we gaan zien, hè, of dat dan, als we nog tijd over hebben, dan doe ik misschien nog een beetje terminologie. Maar dan is het misschien genoeg geweest. Als ik zeg hoe snel dat jullie allemaal zeiden, ja, pauze. Dan denk ik dat het stilletjes aan genoeg geweest is. Hè. Dwarsstabiliteit staat op pagina 207 in uw boek, dus 15.3. En dat gaat eigenlijk over de dwarse kant van een boot. Dat betekent eigenlijk dat we de boot doorsnijden achter de mast bijvoorbeeld. Of we kijken vanaf de achterkant naar de boot. Dat is een dwarse kant. Dus tot nu toe op tekeningen hebben we altijd van boven gekeken op een boot. Wat je ook kunt doen is in de langsrichting. Dus je snijdt hem gewoon midden door en je ziet zeilen. Maar wij gaan nu kijken naar de achterkant van een boot, dus de dwarse kant, om te zien hoe dat hem rolt over het water, als het ware. En daarvoor ga ik weer tekenen. Maar dan moet ik mijn scherm weer proberen delen. Ja, mijn broer komt juist thuis van het fietsen. Dus die gaat wat lawaai maken. Het spijt mij. Gelukkig babbel ik meestal luider dan dat mijn broer lawaai kan maken. Zo, voilà, mijn tekenbord en wat zijn er weer. En wat we gaan doen is dus die boot langs de achterkant tekenen. We hebben eerst de waterlijn. We gaan het op een rustige dag tekenen, dus dat er niet te veel golven en zo zijn. Dus vandaar heb ik gewoon een rechte lijn getekend. Dat maakt het allemaal iets gemakkelijker. En we hebben onze boot die dat daarop vaart. En ik ga die al een beetje helling geven. Voilà, de mast. Aan de mast hangt een zeil. De fok zit hierachter, dat moet je niet meetekenen. En het zwaard in het verlengde van de mast. Nu, hoe komt dat eigenlijk dat onze boten schuin willen gaan? Waarom doen die dat automatisch? Wel, dat komt omdat daar twee krachten op werken die eigenlijk samen een koppel vormen. De eerste kracht is de kracht van de wind. Die neemt aan in het, grijpt aan ergens in het zeil, in die bolling van het zeil. En die gaat onze boot zo naar ons zeil wegtrekken van ons. En die kracht noemen we FA, of de aerodynamische kracht. Op hetzelfde moment is er een tweede kracht aan het werken onder water, de hydrodynamische kracht. En die gaat eigenlijk op ons zwaard, op ons roer en op het stukje dat onder water zit van een boot werken. Voilà, die gaat hierin. En die gaat juist duwen op dat zwaard en dat roer, dat die ons wegduwen. Ik ga het toch weer met mijn lap tekenen. Dat gaat weer veel properder zijn, nu dat ik dat ontdekt heb. Voilà, een schone rechte pijl voor de aerodynamische kracht. 1, 2, 3, 4 centimeter heb ik ze gemaakt. En de hydrodynamische kracht. Voilà. En die noemen we FH van hydrodynamisch. En je ziet, ik heb hier twee krachten. Die twee krachten zijn even groot. Die hebben dezelfde richting. Die hebben een tegengestelde zin. En die grijpen aan in een ander aangrijpingspunt. Wat gaan die doen? Die gaan daardoor een koppel creëren en dus een rotatie gaan maken. Hoe kunnen nu die rotatie, hoe kunnen weten in welke richting dat draait? Wat ik meestal doe is, ik leg hier een bik of zoiets op en ik trek echt, zoals die krachten, op deze punt trek ik naar rechts, op het punt van de hydrodynamische kracht trek ik naar links. En als ik zo trek, kijk, dan begint dat zo te draaien. Dus we zijn hier met de klok mee aan het draaien. Dit koppel zorgt voor een draaimoment met de klok mee. En dat is het helmkoppel, noemen we dat. Dus titel. Dus doordat wij werken met een aerodynamische kracht en een hydrodynamische kracht, die twee kunnen nooit in hetzelfde punt aangrijpen. Die gaan altijd zorgen dat onze boot schuin wilt gaan. Dus die gaan altijd voor een hellend koppel zorgen.
Goed, dan hebben we nog andere koppels ook, gelukkig. Dat anders zou onze boot alleen maar schuin gaan en zo schuin gaan dat hem uiteindelijk kapseist. Dus gelukkig is er ook zoiets als een oprichtend koppel. En het oprichtend koppel trekt de boot terug recht. Hoe werkt dat nu? Ik heb weer mijn waterlijn. Ik heb mijn schuine boot. Oei. En zwart. Aerodynamische kracht en hydrodynamische kracht hadden we daar juist al gezegd, die werken daarop. Maar wat werkt daar nog op zo'n boot? Dat is de zwaartekracht bijvoorbeeld. Op elk voorwerp op aarde geldt de zwaartekracht. Ik ga mijn boot iets schoner tekenen. Ik vind het niet goed gedaan van mezelf. Dat is beter. Daar werkt de zwaartekracht op. De zwaartekracht die werkt op de zeilen, op de mast, op de giek, op de romp, op de mensen die dat erin zitten en zo. Dat zorgt allemaal dat uw boot naar beneden, naar de aarde gaat. Dan ga je zoeken naar een massamiddelpunt, heet dat dan. Want uiteindelijk zijn hier allemaal kleine puntjes zwaartekracht allemaal op. Alle kleine stukjes zijn zwaartekracht. We gaan dat gewoon allemaal samentellen. We gaan dat in het gemiddelde punt steken. Dat gaat allemaal veel makkelijker zijn. Voilà. En die grijpt hier zo wat in de mast staan. Ja, ietsje boven de giek is dat meestal de plek. Ik ga die in een kleur zetten. Voilà. De zwaartekracht. Nu, gelukkig is er nog iets anders dan de zwaartekracht. Want anders zou onze boot gewoon naar de bodem zinken. Er is iets dat onze boot op het water houdt. En dat is de Archimedeskracht, wordt die wel vaak genoemd. Of de, hoe noem het in een boek, daar zeggen ze niet Archimedeskracht, daar zeggen ze de opwaartse drukkracht. Dus het water duwt onze boot met al zijn drijfvermogen naar boven. Die duwt even hard als de zwaartekracht naar beneden, want anders zou onze boot uit water stijgen als die groter is. Dus ik teken die even groot, dus 2 centimeter. Waar grijpt die aan? Wel, in het middelpunt van het onderwaterschip. Dat is een fancy naam, maar dus eigenlijk ga je kijken naar het volledige volume van een boot dat onder water zit. Dus het stuk romp, het zwaard, het roer en zo. En ook daar gaan ze weer het gemiddelde van pakken. Omdat als een boot wat schuin ligt, gaat dat dus ook een beetje meer naar rechts zijn gekomen. En ik teken daar, voilà, een oprichtende kracht. Dus in een boek heet die FOD. Ze hebben die hier niet Archimedeskracht genoemd, omdat je dan FA zou zetten. En ja, dat hebben we al voor aerodynamische kracht. Nu, als je alleen deze tekeningetje moet maken op het examen, dan moet je FA is gelijk aan Archimedeskracht schrijven. Dat is uiteraard niet fout, hè? En de rode FG gebruik ik altijd, maar ik denk dat jullie misschien FZ ook soms gebruiken op school. Het is allemaal hetzelfde. Schrijf gewoon een legende naast je tekening om te zeggen FZ is zwaartekracht of FG is zwaartekracht, FOD is de oprichtende kracht. Nu, ik heb hier weer 2 krachten. Weer een even groot, dezelfde richting, tegengestelde zin, een ander aangrijpingspunt. Ik ga hier weer mijn lat tegenleggen en ik trek de zwaartekrachtkant naar beneden, FOD naar boven. En die gaat zorgen dat mijn lat zo wil draaien. Dus die krachten zorgen voor een draaizin tegen de klok in. En dus gaan die zorgen dat heel onze boot terug recht wil komen door die krachten. En dus noemen we dit het oprichtend koppel. Je kunt dat natuurlijk groter maken. Deze is maar een klein koppeltje. Ze staan vrij dicht bij elkaar. Hoe kun je dat vergroten, dat koppel? Door te zorgen dat die twee verder uit elkaar gaan. Wat kun je bijvoorbeeld doen? Er kan hier een manneke gaan hangen. Heel zijn gewicht buiten. En dat betekent dat... Ik ga hem weer in een beetje een andere kleur. Allee. Heel zijn gewicht komt buiten. Ons massamiddelpunt verschuift een beetje. En onze zwaartekracht gaat meer... hier staan. Voilà. En dus veel verder weg van de oprichtende kracht. Die blijft zelf, onze boot is zo schuin. En dus je gaat een groter koppel hebben daardoor. Hoe verder uit elkaar, hoe meer hefboom, dus een groter koppel.
Dus in het begin, ja, onze boot was schuin. Er is gelukkig een beetje kracht dat tegen, dat die dat helmkoppel, die aero- en hydrodynamische kracht, wat tegengaat. Maar het is nog niet veel. Maar als je gaat hangen, kun je dat koppel vergroten en kun je een boot dus terug helemaal recht trekken. Dan is er nog één ander koppel dat jammer genoeg kan gebeuren. En ik vind dit het grappigste aan heel het Abervet-boek, maar ik heb misschien een heel vreemde vorm van humor. Maar dit is het kenterend koppel. En kenteren is een naam voor kapsijzen. Wat gebeurt er nu als die oprichtend koppel niet groot genoeg was? Ja, je boot die blijft schuiner en schuiner en schuiner gaan. Gaan misschien zelf hier wel water nemen ze. En op een bepaald moment gaan die twee krachten, die we daar juist getekend hebben, die zwaartekracht en die Archimedeskracht, omwisselen van plaats. Onze zwaartekracht zit hier nog altijd net boven de giek. Want zelfs als we aan het hangen zijn, kan ze misschien iets meer naar buiten. Maar ondertussen zit er water in een boot, veel gewicht naar de lijkant. Dus onze zwaartekracht hier, of zelfs erger, die kan zelfs een beetje verschoven zijn. Oeh, maar deze weet ik niet hoe dat ik met een boot heb doen verdwijnen. Dat was heel bizar. Ik ga hem terug proberen tekenen. Voilà. Dus de zwaartekracht, het is zo erg aan het worden met een boot, die is zelfs wat mijn lijf verrast. Onze oprichtende kracht, die had ik in het groen getekend, zit hier nog altijd in het midden van het onderwaterschip. Die zorgt wel gelukkig dat onze boot niet zinkt, maar die twee zijn van plaats veranderd. En dus gaan wij ook een ander koppel hebben. Je moet er maar weer uw bik bijleggen of een lat op die twee punten. Je trekt de zwaartekracht naar beneden, FOD naar boven. En we krijgen een rotatie met wijzers in mee. Onze boot gaat nog schuiner gaan. En we hebben een ken. Oeh, ken. Terend koppel. En dan is het om zeep. Dit is de fysica van waarom dat je kapseist. Nu, gelukkig kun je nog in trapezen en zo gaan proberen hangen. Hè? Je kunt hier een mannetje opzetten. Je kunt je zeil volledig lossen. Dat zorgt ook weer dat er minder kracht hier zit. En hopen, 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 hopen dat je je zwaartekracht nog ergens terug hier krijgt. En dat je dus nog een oprichtend koppel terug kunt maken. Maar meestal is het te laat als die twee van plaats veranderen. En voilà. Kenterend koppel, boot om en jij kunt terug op je zwaard gaan staan om weer een soort koppel te maken, weg van je mast, om je boot terug recht te trekken. Dit is een heel typische vraag op het examen Abrevet om die drie tekeningen te maken en het verschil te tonen in die drie koppels en uit te leggen wat dat ze doen, hè, en hoe dat komt. Nu, er zijn een aantal dingen die uw boot gelukkig wat stabieler maken. Op iets nieuws tekenen. Wat ligt in de weg? Hoe heb ik deze gedaan? Ik zit gewoon vast met mijn eigen lens. Zo. Pagina toevoegen. Ja. Vorm. Dus wat we nu gezegd hebben is gewoon voor een standaard boot wat er gebeurt. Er zijn boten die stabieler zijn dan andere. En hoe komt dat meestal? Door de vorm dat die hebben. Gaan die stabieler zijn? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een karavel. Ga een pak minder rap omgaan. Het kan ook even goed omgaan, hè. Die koppels die werken daar ook op. Maar hij gaat een stukje stabieler zijn dan een Vago of zo. Een optimist is stabieler dan een Europe of dan een Laser. En hoe komt dat nu? Wel, dat is door de vorm van die romp, dat dat iets beter gaat worden. En ik ga dat ook weer proberen tekenen. Mijn waterlijn. Huppa. Ik heb hier een ronde boot. Oeh, lelijke ronde. Voilà. Een 420, een laser, een Europe, noem maar op, een rotsband van vorm. En ik heb een karavel die vierkant is. Ah, ik ga die karavel in een andere kleur tekenen. Voilà. Allebei gaan die hun zwaartekracht ongeveer op dezelfde plek hebben. De een gaat groot zijn dan de ander, maar dat is de mast. De zwaartekracht
gaat hier ongeveer in de massa zijn. Dus die is voor alles ongeveer hetzelfde. Wat is nu het verschil? Dat is de plek van de oprichtende kracht. Bij die 420, die rondspant, gaat die ongeveer hier zitten. Maar door die vierkante vorm gaat er veel meer volume hier aan de zijkant onder water zitten. En gaat dus die oprichtende kracht een stukje verder zitten. En dus heb je een grotere hefboom. En kunnen dus, heb je meer oprichtend koppel. En gaat die boot dus minder rap scheef gaan of minder rap kapseizen. Hetzelfde komt ook door de grootte van uw boot. Ik heb hier... Oh, dat is nogal heel recht. Ik heb een scheve boot nodig. Ik heb een klein optimistje. Oeh, amai. Kan ik dat gedaan maken? Dat was allemaal zo mooi getekend. En ik heb een grote platbodem bijvoorbeeld, die daar rond zit. Het zijn allebei vierkante boten. Dan is het allemaal hetzelfde, maar het een is een smalle boot, het ander is een brede boot. En ook hier weer, onze mast is ongeveer op dezelfde plek, dus onze zwaartekracht zit op hetzelfde. Maar voor ons klein optimistje zit onze oprichtende kracht hier ergens. En voor die grote platbodemboot zit onze oprichtende kracht veel verder weg. Dus een veel grotere hefboomarm. Dus dat zet zich allemaal, is veel stabieler, staat veel verder, veel rapper recht. En het laatste wat je nog kunt hebben is gewichtstabiliteit. Dus dit zijn voorbeelden van vormstabiliteit. En gewichtstabiliteit, dat legt eigenlijk uit waarom dat bijvoorbeeld een jacht eigenlijk niet kan kapseizen. Dat kan kapseizen, maar dat komt automatisch terug recht. Hoe komt dat? Ook weer een stukje door de vorm. Allee, hop, oké. Okay. Een jacht heeft een kiel. Voilà. Dus dat ziet er zo uit langs de achterkant. En die kiel, dat is heel belangrijk. Die kiel, dat is een zwaard, maar een vast zwaard. En daar zit heel veel gewicht in. 40% van het volledige gewicht van een boot kan soms in de kiel zitten van een boot. Dat is heel tof als je rechtdoor aan het varen bent. Want uiteindelijk, mijn zwaartekracht... Ja, die zit al een pak lager, want onze kiel zit allemaal daar. Ons oprichtende kracht, midden van het onderwaterschip, daar. Uw boot is stabiel, geen probleem. Wat gebeurt er nu als die boot gekapseist is? Maar dat is een lelijk jacht, spijt mij. Zo, voilà. Die oprichtende kracht zit hier in een stukje onder water. Maar onze zwaartekracht, ja, die grijpt heel laag aan. Het meeste gewicht van een boot, niet het meeste, maar een groot deel van het gewicht van een boot zit in die kiel. Dus die zwaartekracht grijpt daaraan. En wat zien we weer? Als ik hier die kracht laat, oprichtende kracht naar boven, zwaartekracht naar beneden, gaan we een koppel krijgen tegen de klok in. En die boot gaat van zijn eigen terug rechtkomen. Dus doordat er zoveel gewicht in die kiel zit, komt onze boot gemakkelijk terugrecht. En dat is alles van dwarsstabiliteit. Dus dat zijn een paar tekeningetjes dat je moet kunnen maken. Die drie koppels, het helmtkoppel, dus door aerodynamische en hydrodynamische kracht, het oprichtend koppel, zwaartekracht en de oprichtende, of opwaartse drukkracht, sorry, de Archimedeskracht, die het doet drijven. Het kenterend koppel, die twee, zwaartekracht en Archimedeskracht, zijn van kant veranderd en uw boot gaat daardoor neer. En dan het feit dat sommige boten stabieler zijn dan andere door de vorm of door het gewicht. En dat zijn de tekeningetjes dat je dan moet maken en een uitleg dat je er moet bij kunnen geven.